Dit is het nieuwe voetbalcomplex van Hoogeveen, waar vanaf volgend seizoen zondag hoofdklasser Hoogeveen en zaterdag eerste klasser HZVV samen gaan voetballen. Het chique clubgebouw van HZVV is inmiddels klaar. Dat van Hoogeveen zal hier verrijzen en is ontworpen door dezelfde architect. Volgend seizoen hoopt ook Hoogeveen het in gebruik te kunnen nemen. Al met al kost het plan 5 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. Elke vereniging die nu weer nieuw bouwt, ja, die zal het allemaal zo mooi mogelijk maken en state of the art van dat moment. Ja, en dat hebben we met elkaar hier gedaan. En ik denk dat het ons heel goed gelukt is samen met alle partijen die erbij betrokken zijn geweest. Het is natuurlijk een complex wat absoluut topklasse en Michelin betaald voetbalwaardig is wat hier tot stand gebracht wordt. En daar zijn we natuurlijk ook super trots op. We hebben natuurlijk de tijd meegehad dat het besloten is in een periode dat het economisch nog allemaal wat beter ging. Het geld is door de gemeente toen nog gereserveerd en daar hebben we gewoon mazzel mee gehad. Als het nu allemaal nog neergezet moest worden en het besluit moest nu vallen, dan werd het zeker niet zo gedaan, denk ik. Maar het ging niet allemaal zonder slag of stoot. De verhuizing gebeurde op initiatief van de gemeente die bezig is met het revitaliseren van het gehele Bentingspark. HZVV moest verhuizen naar de andere kant van de weg, in het verleden de plek van Hoogeveen. En van dat complex van Hoogeveen is ook nog maar weinig te herkennen. En dus is er een stukje nostalgie verdwenen in Hoogeveen en dat is best lastig voor sommige leden. Mensen die wat langer bij de club zitten, die wat ouder zijn dan mij, die hadden een gigantische binding. Veel werk verzet binnen die club, er zitten natuurlijk veel herinneringen aan die club. En ook aan de accommodatie natuurlijk, wat er allemaal afgespeeld is. We zijn hier in 78 landskampioen geworden. Nou, dat is iets dat wordt nog steeds bij stilgestaan. Ondanks dat we bijna 30 jaar verder zijn, of ruim 30 jaar verder zijn. Maar ja, ik heb dat wat minder. Ik vind, je moet naar de toekomst kijken en dit wordt gebouwd voor de toekomst. Met name omdat dat clubhuis wat we hadden, door onszelf gebouwd is, zeg maar. Een heleboel leden hebben daar een ziel en zaligheid in zitten. Dus dat is echt iets van ons. Wat ook bij elkaar gespaard is door allerlei zaken, allerlei acties en dergelijke allemaal. Dus dat ging niet zonder slag of stoot, dat mag je rustig weten. Hey, Sepp, lopen joh, kom op! En als tijdelijke oplossing tijdens de bouwperiode speelt Hoogeveen op de accommodatie van HZVV en maakte HZVV tot vorige week gebruik van het gebouw van Hoogeveen. Om de gevoeligheden onderling weg te nemen, ging er hier en daar een lik verf over, om heftige emoties te mijden. Aardig is wel om erbij te vertellen is dat uiteraard onze entree rood-wit was. En de mensen van Hoogeveen direct natuurlijk naar hun eigen identiteit ook direct de palen en weet ik wat allemaal blauw geschilderd hebben. Wij hebben direct de deur van de kantine rood geschilderd, dus wat dat betreft is het allemaal goed gegaan. We hebben de voorkant wel even aangepast, ja, want dat lag weer een beetje gevoelig. Ja. Hoog tijd voor een rondleiding in dit prachtige complex. Te beginnen bij de kantine. Hier in 7 ruimte. Hoi. En de 800 leden hebben samen 17 kleedkamers. Kom maar even mee. Je ziet, dit is een extra vergrote kleedkamer. Ze zijn niet allemaal zo groot als deze hoor. Maar dit is omdat hij bij het hoofdveld hoort en ons eerste hier ook altijd omkleedt. Dus de teams die op het hoofdveld spelen, die zitten in een extra grote kleedkamer. Net zoals de tegenstander aan de andere kant. En het aantal kleedkamers is niet door ons bedacht, maar het is gewoon puur normering. Als je zoveel teams hebt, dan hoor je daar zoveel kleedkamers te hebben. Dus puur normering van de KNVB. Er is nog wel een discussie geweest met de architect. Die wilde groen en wit in de kleedkamer. Nou, als je groen en wit hier uitspreekt, dan heb je het eigenlijk over de weide. Tenminste in Hoogeveen. Dus wij hebben gezegd, nou, wat er ook gebeurt, we doen in ieder geval rood in. Dus dat is wel toch wel aardig, denk ik. Mag ik jou eens vragen, wat vind jij eigenlijk van de kleedkamer, de nieuwe kleedkamer? Mooi. Wat vinden ze mooi aan? Ze zijn groot. Veel mooier dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we allemaal gewone grasvelden en nu kunstgrasvelden. De club heeft nog 2 gewone velden en 4 kunstgrasvelden. En het hoofdveld is officieel goedgekeurd door de UEFA, waardoor er ook interlands op gespeeld mogen worden. En het was een strenge keuring. Alle granula, of de invul zoals we het noemen, de groene invul, is er van zomer allemaal weer uit geweest. Omdat toch het certificaat niet afgegeven kon worden, omdat ze niet door de norm kwamen. Zeg maar. De norm werd niet gehaald. Dus alles is eruit geweest en weer opnieuw erin. Met een grote stofzuiger als het ware is alles eraf gehaald. En daarna weer helemaal opnieuw erin gestrooid, zeg maar. Kijk, hier hebben wij aparte ruimte voor de ledenadministratie gemaakt. Met een gesprekstafeltje. Zij zijn eerder met de bouw begonnen dan wij. Dus in dat opzicht is het wel een beetje voordeel voor ons. Want wij horen ook wel dingen van hun waar ze tegenaan lopen. En dat kunnen wij een beetje proberen te voorkomen straks. De technische ruimte. Ja, een nieuwe kastenband er weer in met alle kleding en dergelijke allemaal. Die hier, men is druk bezig om voor de camera's en de beveiliging alles aan te leggen. Nou, dat is nu nog een beetje opslag, maar dit is de bespreekruimte, zeg maar, of vergaderruimte, bestuursruimte, met warm en toog. Dat wordt mijn plek door, zeg maar. Ik zat die vorige zaterdag ook. Ik kan fantastisch zien, jongen. Kijk, jongen, het is perfect dit.
Echt perfect. Het is een prachtig complex geworden. Er valt niks anders over te zeggen, denk ik. Jullie zijn wel een beetje vriendjes geworden, hè, door dit hele proces. Absoluut. Nou, maar luister, het was altijd wel goed in de zin van, maar je had elkaar lang zo hard niet nodig. En nu je elkaar nodig hebt gehad, en nog steeds hebt trouwens, ja, nu merk je gewoon dat we als verenigingen heel goed met elkaar door de bocht kunnen, zeg maar.